Elke week repeteert het koor Vaya con Dios in Sporthal de Drenkwaard in Zuidland. We zijn in Zuidland en jij bent van een bepaald koor. Kan je daar iets over vertellen? Ja, ik zing op Vaya con Dios, een jongerenkoor hier in Zuidland. En dat is voor de leeftijd van 14 tot en met 25 jaar. En we zingen dan regelmatig in de kerken hier in Zuidland, maar ook in Rotterdam of in Rozenburg. En we hebben vanavond een open avond. En waarom is die open avond georganiseerd? Nou, we zoeken eigenlijk nieuwe mensen. En dat zijn zangers en zangeressen, maar we zoeken bijvoorbeeld ook een pianist en een bassist. Want die hebben we al een tijdje niet en het klinkt toch allemaal leuker met meer mensen. Waar moeten de mensen aan voldoen die hierop willen reageren? Nou, je moet het gewoon leuk vinden om te zingen. Want zingen kun je leren, dus kom gezellig kijken. En dan gaan wij het je leren als het niet lukt. En als je het wel kan, dan zijn we helemaal blij met je. Naast de wekelijkse repetities, wat doen jullie nog meer met het koor? Ja, we zingen dan in verschillende kerken. We geven ook wel eens een concert, sowieso één keer in de 5 jaar. We doen ook wel eens mee met andere koren met een concert. En we doen gewoon leuke dingen. We gaan volgende week met z'n allen een weekend weg. Dus daar hebben we het over Vaya Young Again. Dus we hebben allemaal foto's in moeten sturen als peuter en als kleuter. Dus ik ben heel benieuwd wat dat wordt. We doen mee aan volleybaltoernooien. We doen mee aan korfbal. We doen mee aan de proto. Dat wordt georganiseerd voor jongerenverenigingen hier in de omgeving. Daar lopen we ook mee. Dat proberen we als het eerste te worden. Dus best een hoop eigenlijk. Waarom zou iemand bij jullie koor moeten komen? Nou, Vaya is hartstikke gezellig. En zeker als je binnen de leeftijd valt, van 14 tot 25, dan ben je hier denk ik helemaal op je plek. Want we zijn ook allemaal binnen die leeftijd, van alles is er wel wat. En dat maakt het gewoon gezellig. Het is echt een vriendenclub waar iedereen zeg maar bij kan. En we doen vaak ook een drankje met elkaar, dus dat is gewoon gezellig. Ja, dus ik zou komen. Waar kun je meer informatie vinden over het koor? Op onze site www.vayacondios.nl en natuurlijk altijd aan een van de leden.